We zijn vandaag met TV Oranje op bezoek bij vader en zoon. En wat ze gemeenschappelijk hebben, is dat ze alle twee zingen. En ze houden alle twee enorm van paarden. Zingen of paardrijden? Dan doe maar zingen. Zingen of paardrijden? Zingen. Wat is dat gevoel? Ja, het is gevoel. Ik kom natuurlijk aan de paardenfamilie vroeger. Ik heb zelf heel veel paard gereden. Maar ik ben gewoon gek op die dieren. Hoe is dat ontstaan dan? Ja, dat stond mijn opa. Die had eigenlijk een paardenbedrijf. En opa kocht allemaal paarden. En eigenlijk, ik moest ze dan rijden. En dat moest niet, maar dat deed ik omdat ik dat leuk vond. En jouw zoon, die heeft dat ook. Die heeft dat eigenlijk uiteindelijk ook weer. Die gaat maar. Maar dat heeft hij dan weer van jou of van zijn opa? Toen mijn zoon nog klein was, toen zag ik ergens in de wei, zag ik een pony staan. En die stond heel alleen. Het was slecht weer, het was koud, er lag sneeuw. Dus ik reed samen met Mayo, met mijn vrouw, daar langs. Ik zei, kijk, dat beestje daar nou staan. Zo hoorde het niet te zijn. Die stond echt verlaten. Ik zou bijna zeggen, aan het strand zijn verlaten, maar die stond verlaten in het weiland. Ik zei, die pony, die moeten wij hebben. Dat kan niet zo. Ze zei mijn vrouw ook, want die is ook gek op dieren. Nee, dus we zijn erachteraan gegaan van wie is die pony? Nou, dat hebben we uitgevogeld. Toen hebben wij Wesley op een avond van, hey Wes, we hebben iets leuks voor je. Mm-hmm. Meegenomen in de auto, achter. En wij zijn daar naartoe gereden en die pony laten zien. Nou, en uiteindelijk dus ook verteld dat we die pony voor hem hadden gekocht. Ja, vanaf die tijd is Wesley eigenlijk altijd bezig met paarden. Gezelligheid, kan ik mijn frustraties even kwijt. Een zoele zomernacht doet vreemde dingen onverwacht. Mijn leven lang heb ik op jou gewacht. Korte dagen, lange nachten, ik laat jou nooit meer alleen. Je bent voor mij de mooiste, je bent mijn nummer één. Korte dagen, lange nachten, het leven is te mooi. Met jou alles beleven, lieve schat, ik ben je prooi. Ik ben je prooi. Come on! Hey!
Willem, we zijn nu bij jou thuis. Ja. Ben jij een huiselijke man? Ja, ik ben wel een huiselijke man. Thuis voelt voor mij ook lekker bij de familie. Gewoon in je eigen dingetje. Daar moet je natuurlijk ook wel lekker voelen. Maar ik ben ook wel een druk baasje. Dus het is niet zo dat ik heel vaak zo op de bank zit en even zeg van nou, even lekker relaxed. Maar als jij thuis in het weekend thuis bent, dan lig of zit jij hier in de bank en zak je chips erbij? Als ik hier ga zitten, dat wil nog. Maar als ik ga liggen hier op de bank, dan hou ik het niet zo lang vol. Want dan ben ik al snel verdwenen. Ja, dan slaap ik. Als je dan terugdenkt aan je jeugd, hè? Ja. Thuis, wat voor gevoel roept dat bij jou op? Nou, terug aan mijn jeugd thuis. Ik was natuurlijk altijd bezig met paarden, paardrijden. Dat was iets waar ik in mijn jeugd heel veel mee bezig ben geweest. Dat vond ik fantastisch. Met de paarden was eigenlijk alles voor me. En natuurlijk, ik ben begonnen als klein jochie met accordeon spelen. Dus ik was eigenlijk altijd bezig met twee dingen. Muziek en dieren. In dit geval paarden. En die muziek, is dat met de paplepel ingegeven? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat je ermee geboren wordt. Alleen ik had op een gegeven moment interesse in muziek. En ik was denk ik nog te klein om het zelf te kunnen begrijpen. Accordeon spelen. Voor een klein jochie denk je, hoe kom je op een accordeon? Maar toch in de familie denk ik dat dat wel een instrument was waar iedereen gek op was. En mijn opa speelde vroeger accordeon. Mijn moeder heeft nog een tijdje accordeon gespeeld. Nou, dan ga je daarmee verder. En ik kon eigenlijk elk liedje, de radio stond bij ons aan. En had je nog wel eens piratenmuziek erop. En als ik dan zo'n liedje voorbij hoorde komen, dan ging ik dat naspelen op de accordeon. Alleen, ik kon geen noot lezen, dus ik wist niet wat ik nou speelde, als je het dan helemaal technisch wil. Alleen wat ik hoorde, dat kon ik spelen. Ja. Wat kom je uit een groot gezin? Ik kom uit een gezin met, ik heb twee zusjes. Een zuster en een zus. Je zegt zo specifiek een zuster en een zus? Ja, klopt. Dat klopt. Mijn zusje werd eigenlijk, vroeger noemden ze dat een aankomertje. Dus die is wat jonger dan ons. En hebben die ook iets met muziek? Nee, die doen eigenlijk niets meer in de muziek. Aan de bar hou ik mijn adem in. Hoe spreek ik je aan en wat wordt mijn eerste zin? Nooit meer gaan. Ben in de hemel als je naar me laat.
paarden kopiëren eigenlijk de mens. Dus een paard let echt wel op. Als je een paard mee laat lopen en jij schokt, gaat het paard ook schokken. En als jij zelf lekker vlot en je stapt, dan gaat het paard ook doorstappen. Dus die kopieert de mens. Ja, absoluut. Heb je nooit het idee gehad om dat paarden, cowboys, country en western muziek? Ja, nou ja, country en western muziek. We hebben natuurlijk al ooit als een country dans gemaakt. Maar echt, het country-achtige, als je het hebt over paardrijden, ja, is toch weer een andere tak van sport. Ik ben meer type van het springen, echte springsport. Dus dan, niet het draven, het hard racen? Nee, dressuur vind ik ook maken. Want dressuur. Je moet natuurlijk wel dressuur kunnen rijden, anders kun je ook niet springen. Ja. Tegenwoordig rij je niet meer zoveel. Nee. Als je dat echt op een niveau wil doen, dat je zegt van nou, ik wil daarin, kijk, voor recreatie is het hartstikke leuk af en toe. Ja. Maar als je echt voor de sport gaat, nee, dan moet je elke dag moet je wel op zijn paard. Ja. Maar heb je nou niet zoiets van, goh? Oh ja, altijd als ik het weer zie, denk ik van, absoluut. Hoe kijk jij naar je zoon, want uiteindelijk zing je ermee. Ja. En je hebt zelf alle twee dezelfde hobby's. Bij hem is het zelfs zijn job, hè, ja, zijn baan. Ja. Hoe kijk je daartegen? Ja, hoe kijk je daartegen? Hebben jullie het vaak over paarden? Ja, best wel. Want ook dat is iets wat in de familie altijd wel geleefd heeft, paarden. Ja. Dus daar heb je het vaak over. Maar we gaan ook vaak op concours. Hij gaat tongzoenen. En dus, ja, hij heeft, maar dat komt meer dan jou, Ivo. Iris, hè? Ja, zo heet ze. Iris. Ja. Hij koude handen. Ja, gewoon. Die is lekker warm. Nou, ja, Iris. Ja. Dag, hè. Hi. Heb je koude handen. Zo, Willem, we zijn op weg eigenlijk naar je zoon. Hè? Ja. Die zie je binnen aan het trainen in de bak. Ja, maar klopt. Je hebt ook nog een dochter. Ja, klopt. Melanie. Ja. En die zit niet in de muziek? Melanie zelf, ja. Melanie heeft natuurlijk ook als kind al het hele gebeuren meegemaakt, muziek. Maar Melanie zelf heeft niet... ze kan hartstikke mooi zingen trouwens. Maar ze heeft niet zoiets van, ik moet zelf op het podium, ik moet zelf gaan zingen. Nee. Geen ambities? Die ambitie heeft ze niet. Misschien komt het nog, maar die heeft ze niet. Nee. Maar aan de andere kant, ze heeft het eigenlijk toch wel weer gezocht in de muziek. Want de vriend van Melanie, Danny Heden, die zingt ook. Dus bij Melanie thuis is het eigenlijk ook... een en al muziek. Ja. We gaan naar die andere Mulder. Is goed. Ik was nog jong en ik leefde voor de lol. Alles kon en alles mocht, niets was te dol. Heel mijn leven was een feestje, maar opeens zag ik haar staan. Wat was ze mooi, ik gaf haar toen deze naam. Butterfly, my butterfly, kom in mijn armen, dans met mij om die om mij. Samen met jou kan ik de wereld aan. Ik laat je never nooit meer gaan. Het waren jaren vol van liefde en geluk. Samen lachen, samen huilen, kon niet stuk. Maar ik nam het niet zo nauw, ging vaak op stap, bleef haar niet trouw. 'S morgens had ik spijt, had ik berouw. Butterfly, my butterfly, kom in mijn armen, dans met mij, oh my, oh my. Samen met jou kan ik de wereld aan. Ik laat je never nooit meer gaan. Aan de bar zit een man heel alleen. En hij kijkt naar de mensen om zich heen. In zijn ogen blinkt een traan, want haar vergeten kan hij niet. Maar glimlacht bij het horen van dit lied. Butterfly, my butterfly, kom in mijn armen, dans met mij, oh my, oh my. Samen met jou kan ik de wereld aan. Ik laat je never nooit meer gaan. Butterfly, my butterfly, kom in mijn armen, dans met mij, oh my, oh my. Samen met jou kan ik de wereld aan. Ik laat je never nooit meer gaan. Butterfly, my butterfly.
Uiteindelijk kom jij terecht bij de Havenzangers. Ja. Hoe is dat ontstaan? Ik had mijn eigen bandje. Ik was altijd op feesten en partijen, want ik was natuurlijk onderweg. Je weet hoe het gaat allemaal. Op een gegeven moment wil je ook laten horen en dan word je geboekt. En dan ga je bruiloften en dan ga je van alles. Ik ben op het biljart begonnen met spelen in de kroeg en gewoon gezelligheid maken. En toen kwam ik op een feest waar toevallig de Havenzangers speelden. Maar ik wist niet, en ik denk de mensen thuis ook niet, dat die al bestonden. Die bestonden toen. En toen werd de accordeonist van de band, die was op dat moment ziek. Dus die was er niet. Dus ik kwam in gesprek met die mannen en ik zeg van, goh, er is niemand. Ik zie wel een keyboard, maar er is niemand. Ik zie een accordeon, maar er speelt niemand. Nee, dat klopt, die is ziek. Ik zeg, ik was toen zo'n mannetje van 15 jaar of zo. Ik zeg, maar dat kan ik ook. Dus Henk stond me aan te kijken, dat kan ik ook. Hij zegt, weet je zeker, kun je accordeon spelen? Ik zeg, ja, en die liedjes die ik allemaal gehoord heb, die kan ik ook. Want die speelde ik ook met mijn eigen band. Hij zegt, nou oké, als jij zegt dat je dat kan, het slaat er. En we hebben het nu over Henk Pluket. En nu hebben we het over Henk, ja. Dus toen ben ik mee gaan spelen. En ik heb die avond, hij zegt, heb je morgen wat te doen? Hij zegt, morgen moeten we naar Friesland. Ik zeg, ja, maar dan zul je eerst met mijn pa moeten overleggen. Want ik moest naar school natuurlijk. En dat was toch wel heilig voor mijn vader. Die wou dat ik een opleiding, toch daarnaast de muziek enzovoort deed. Dus Henk is toen eens met mijn vader gaan praten. Van, goh, vind je het goed als Willem morgen meegaat? Hij zegt, maar moet je maandag naar school? Ik zeg, nou pa, ik heb de eerste 4 uur heb ik vrij. Hij zegt, waar staat dat? Ik zeg, in mijn agenda. Maar dat snap je wel. Ja, dat is natuurlijk zelf snel ingezet. Oké, zegt hij, als je vrij hebt de eerste 4 uur, dan vind ik het goed. Maar die had ook al wel begrepen dat die muziek een ding was waar ik graag mee verder wil. Dus dat had hij al wel gesnapt. Dus jij vervolgens mee naar Friesland? Ja. En daarna? Ja, daarna ben ik eigenlijk op dat moment, is daar een vervolg op gekomen. Alleen ik had ook nog met mijn eigen band en mijn optredens. Dus die heb ik netjes afgewerkt. En toen ben ik eigenlijk bij de Havenzangers gebleven. En dat was in de periode, dat de Havenzangers nog feitelijk nog niet zo bekend waren? Nee, dat was net in het allereerste begin, zeg maar. Aan het strand stil en verlaten, bij het klimmen van de maan, ziet men daar. Liefste, ik moet je gaan verlaten. Morgen moet ik weer naar zee. En dan trouwen als ik thuis kom. Hier op Holland's stille Ree. Maar ze sprak, ach liefste mijne. Spreek zo ver, niet in het verschiet, want de zee ligt vol met mijnen. En die dingen zie je niet. Hoor je het ruisen der golven? Het lied van de zee. Vaar met me mee om de wereld, mijn kind. Kom, kus me en ga met me mee. Vaar met me mee om de wereld. Heel vaak van huis. Meisje, ik ben een zeeman.
water, het schip is mijn thuis. Meisje, ik ben een zeeman. Kun je wel wachten zo'n lange tijd? Ik ga. Kleine Greetje uit de kolen, kind van vaderland. Blond van haar en blauw van ogen, geef me toch je hand. Kleine Greetje uit de kolen, zeg me nu eens maar. Als het koren rijp is, word je dan mijn vrouw. Als het koren rijp is, word je dan mijn vrouw. Was dat ook al de periode dat de havenzangers platen maakten? Ja, dat was het Strand zijn verlaten was toen uit. En De klok van Aan de Muiden was toen net de tweede single. Ja. En daar speelde jij toen al op? Ja. Nee, De klok van Aan de Muiden niet. Dat was toen net uitgebracht. Want je had natuurlijk nog te maken, want ik was eigenlijk nog wel wat jong. En je mocht eigenlijk niet als 15-jarige mocht je eigenlijk niet op televisie nog. Maar uiteindelijk dan ga je deelnemen aan het succes van de havenzangers. Ja. Waar ontstond dat? Ja, dat is natuurlijk ook, we zijn begonnen met zeemansliedjes. Ik bedoel, Kleine Greetje uit de polder, noem ze allemaal maar op. Heideroosje, daarbij de waterkant. En op een gegeven moment waren we toch zoiets, we wouden eigenlijk meer richting het feest. Om het allemaal wat partyachtig te maken, een partyband. En toen zijn we begonnen met, nou, 1982 kwam natuurlijk 's nachts naar tweeën. En de country dance, 1983. Ben je daar ook bij betrokken geweest in het schrijven van die nummers? De country dance hebben we eigenlijk, dat is zo'n iets geweest. We waren met een toertje, maar dat 's nachts na twee jaar, waren we met een toertje in Canada. We waren gevraagd door de Dutch Canadian Clubs om op te treden. Heel veel Nederlanders zijn destijds naar Canada gegaan. En het was wel leuk, want een man daar, die zijn vrouw vroeg voor de verjaardag van, joh, wat wil je nou graag voor je verjaardag? Hij zei, ja, maar ik heb eigenlijk al alles al. Hij zei, maar ik vind het leuk optreden van de havenzangers. En die kwam uit Friesland, was daarheen gegaan, had goede zaken gedaan. Dus we werden gebeld en werden naar Canada gehaald. Voor zijn feest. Gelijk een toertje gemaakt. Daar, langs al die Dutch Canadian Clubs. Heel veel mensen waren daar naartoe gegaan. Dus die hadden eigenlijk nog nostalgie bij liedjes als Daarbij de Waterkant, Kleine Greetje uit de polder, noem maar op. De zeemansliedjes. En toen hadden we net 's nachts naar tweeën uit. En nou goed, toen zijn we de eerste keer gegaan. En toen zaten we daar in een hotel in Winnipeg. En toen kwamen we in een sneeuwstorm terecht. En we hadden een optreden gedaan bij Danny Hooper, vergeet ik nooit meer. Danny Hooper had daar een countryclub, die man was wereldberoemd daar in Edmonton. En we kwamen daar binnen en we kwamen aan het praten. En toen hebben we daar een optreden gedaan samen met hem. En toen hadden we gelijk zoiets, toen zaten we in die country sfeer. Toen dachten we van, hé, misschien moest ik een countrydans maken. Nou, dat was dan ook als zijnde medley. Want we hebben natuurlijk als havenzangers ook heel veel van die feestmedleys gemaakt. En zo ontstond daar eigenlijk de countrydans. Zing en dans dit cowboy lied. De jongens hier en de meisjes daar, hand in hand met elkaar. Hey!
je kan het niet met z'n allen in een lange rij. Doe dit dansie met mij. Waar je lacht, your hands en je stemt jouw feet. Zing en dans dit cowboylied. De jongens hier en de meisjes daar, hand in hand met elkaar. Nou schreven jullie niet altijd alles zelf. Jullie coverden ook wel eens. Ja, absoluut. Heb je daar voorbeelden van? Nou, een liedje Trouw niet voor je 40 bent. Iedereen kent het van de Havenzangers. Maar in principe Daarbij de Waterkant is natuurlijk een liedje van Eddie Christiani. Maar het waren wel altijd liedjes. We maakten het wel altijd zo dat het in de sound, in het geheel van de Havenzangers paste. Met accordeon erbij. Dus de sound Havenzangers, die lieten we wel overeind. Trouw niet voor je 40 bent, hebben we meer een feestliedje van gemaakt. Net Canella, Omona hebben we ervan gemaakt. Ja, zo kan ik nog even doorgaan. Maar. Als je de Havenzangers zag, die zag je altijd op klompen. Ja. Waarom klompen? Nou, dat komt eigenlijk voort uit die vissersliedjes. Vroeger hadden we echt een, dat zijn geen boeren, maar mensen hebben het heel vaak betiteld als boerenkielen, maar dat waren het niet. Het waren echt van die kielen die lieten we maken in Spakenburg en Volendam. Dus die mannen die de zee op gingen, die hadden dat soort kledij aan. Met sjaaltjes. Ja, de klompen was natuurlijk oer-Hollands. En op het moment dat je daarmee begint, denk je er niet eens over na. Maar op het moment dat beeld duidelijk is op klompen. En toen is dat eigenlijk altijd zo gebleven. Maar we hebben wel eens getracht van, ja, zijn die mensen, het publiek, zijn die dat nog nooit zat? Want wij wouden natuurlijk ook wel eens andere kleren aan. Later hebben we dat ook wat omgeturnd in, waar de hele mooie rode kielen meer naar het feest toe. Alleen als we die klompen niet aan hadden, dan werd er al gauw zelfs, dan wisten ze niet eens, we kwamen ooit binnen Jantjes verjaardag in Amsterdam, moesten we optreden. En de portier daar, want we hadden ons al omgeklemd, maar we hadden die klompen aan. En toen die herkenden ons niet als zijnde, die zei, ja sorry, op klompen mag je niet naar binnen hier. Dus wij kwamen niet binnen. Toen we uitlegden van de Havenzangers, toen, nou, die klompen, dat was... was een gimmick. Ja, was een gimmick. Ja, als we s'avonds stappen gaan, trek ik mijn mooiste klompen aan. Alle meiden, elke vent uit het dorp die je kent. Jongens, meisjes, iedereen, gaan dan door de feestend heen. Dansen, feesten, volop bier, op klompen, veel plezier. Ja, met mijn klompen aan, kan ik het beste op mijn benen staan. Weet ik dat wij hem lekker raken gaan, heel dicht tegen. Het is meestal feest, zo is het altijd al geweest. Drinken, jallen, knallen maar, lekker dollen met elkaar. En iedereen goed opgelet,
We gaan voorlopig niet naar bed. En als we straks nog slapen gaan, hou ik mijn klompen aan. Ja, met mijn klompen aan kan ik het beste op mijn benen staan. Weet ik dat wij een lekker ruiken gaan. Heel dicht tegen jou aan. Vier of vijf vraag jij mij of ik nog blijf. Het is al laat, een vogel fluit. Er komt me nou dus heel goed uit. Bovendien, dat is echt een feit. Ben ik mijn eigen sleutel kwijt. Met klompen aan, de grootste pret. Sta ik mooi voor jouw bed. Ja, met mijn klompen aan kan ik het beste op mijn benen staan. Weet ik dat wij hem lekker raken gaan. Heel dicht tegen jou aan. Rondom het Nederlandse elftal, het voetbal. Ja. Onlangs zul je ook wel gekeken hebben. Ja. De laatste wedstrijd tegen de Tsjechen. Kijk je dan ook? Ja, natuurlijk. Ik moet zeggen, ik kijk niet elke wedstrijd als het gaat om voetballen, om een Ajax en Feyenoord, om PSV. Zo fanatiek ben ik niet met voetballen. Maar Nederlands elftal, ja. En ik moet ook zeggen, ik vind het natuurlijk super jammer dat ze er niet bij zijn. Ja, ik vraag dit ook vanwege het feit dat jullie als havenzangers ja, rondom dat voetballen nogal wat betekent. Ja, we hebben met het voetballen. Ik bedoel, 88 hebben we een fantastisch mooi album opgenomen, een cd. Een feest met Oranje. Met destijds het gouden team, zeg maar, met een Gullit, een Van Basten. Daar hebben we in het Italiaans nog een x-aantal liedjes opgenomen. En daar hebben we zelfs een gouden cd voor gekregen, voor meer dan 50.000. En daarnaast hebben we in 2006 nog een keer een liedje gemaakt, Hand in Hand achter Oranje. Daar probeerde iemand toen roet in het eten te gooien. Nou, ik denk dat Henk-Jan Smits, die houdt niet van voetballen, denk ik. Of hij houdt niet van Nederlandstalige muziek. Maar eigenlijk, die vond het eigenlijk allemaal maar helemaal niks. En die vond het eigenlijk maar oude meuk om dat soort dingen te doen. Alleen, ja, ik vond het toen wel jammer, want ik denk dat hij toch wel een heel groot publiek daarmee selecteert. Die het allemaal wel mooi vinden. Henk-Jan Smits, ik bedoel, dat is een persoonlijkheid. Ik bedoel, en die heeft toegang tot heel veel mensen. Ik bedoel, doet die kritiek van hem je dan niks? Niet iedereen kan het, en dat is ook zo als je muziek maakt en je maakt dingen. Niet iedereen kan het mooi vinden. En dat mag, want iedereen mag zijn mening hebben. Er zijn heel veel mensen die heel veel plezier aan onze muziek hebben beleefd en nog steeds. En dat is wat ik nog steeds het belangrijkste. Maar je hoeft het niet altijd mooi te vinden. En als iemand daar kritiek op heeft of dingen daarmee, vind ik het prima. Als Henk-Jan Smits het zo gevoeld heeft, zoals hij het destijds verwoord heeft, nou, dan is dat zijn gevoel. Nou, dat respecteer ik prima. Ons land is klein, maar groot zijn onze daden. De leeuw die brult, heel Nederland gaat los. Want onze jongens zullen ervoor strijden. Ja, ze zijn allemaal de klos. Hand in hand, achter Oranje. Hand in hand, het hele regio. We gaan het doen, het moet een keer gebeuren. Wilhelmus klinkt van de tribunes. Het rood-wit-blauw, dat staat hier aan de top. Dan zijn we eens gezind en vastberaden. Staat heel de wereld op zijn kop. Hand in hand.
dan echt een keertje scoren. Mijn Nederland, de ware kampioen. Het maakt niet uit, wij houden van Oranje. Met al zijn daden en zijn doen. Hand in hand, achter Oranje. Hand in hand, het hele regio. Dat gaan we doen, het moet een keer gebeuren. Jij bent voor ons de kampioen. Hand in hand, achter Oranje. Hand in hand. Nou heeft Hare Majesteit, de koningin, die heeft het behaagd om je ook te voorzien in, met een lintje. Ja, wat zeg je dat mooi, behaagd. Ridder in de orde van een Oranje Nassau. Dus toen ben je hier naar het gemeentehuis gelokt? Ja. En hoe ging dat in zijn werk? Nou ja, de familie wist daar wel van. Ik wist het niet, want op een gegeven moment is dat... En toen werden we inderdaad gelokt naar het stadhuis hier. En destijds de burgemeester... Ja, een beetje ontvangen en toen kregen we een lintje daar. En dat was eigenlijk een hele ceremonie. Dat is ook weer een apart gevoel. Want ik was een van de jongsten in Nederland, ik was 39 toen, die een lintje kreeg. En dan denk ik, ja, waar heb ik het eigenlijk aan te danken? En waar had je het aan te danken? We hebben heel veel activiteiten gedaan. Niet alleen maar muzikaal gezien, maar ook heel veel activiteiten daaromheen. Heel veel optredens gedaan voor mensen met een verstandelijke of geestelijke handicap. We gingen regelmatig voor het Rode Kruis. Hebben we heel veel optredens gedaan. Allemaal pro-deo optredens. We gingen naar de boten toe in Duitsland. Om op te treden voor mensen die dus niet meer van hun bed konden. Heel vaak is het gebruikt als therapie. Een optreden van de havenzangers als therapie. Mensen die daar maanden naartoe leven. Maar die na zo'n optreden ook daarna weer maanden... doorkonden, omdat ze zoveel plezier en zoveel muzikaal daar iets mee gedaan hadden. En dan werd het als therapie gebruikt. Nou, dat allemaal bij elkaar. Iemand moet dat natuurlijk aanbrengen. Want ik denk, ja, ik heb dan een lintje verdiend, maar eigenlijk had mijn vrouw een lintje verdiend. Eigenlijk had hij het lintje moeten hebben. Want? Nou, het is niet makkelijk in de showbiz, maar, en dan geeft dan gelijk weer het huiselijk gevoel. Op het moment dat je het thuis naar je zin hebt en thuis allemaal lekker... Dan kun je naar buiten toe. Dan kun je ook je ding doen. Ze heeft mij altijd mijn ding laten doen. En dan sta je altijd op de voorgrond als zijnde. En zij staat altijd op de achtergrond. Maar eigenlijk had zij misschien wel op de voorgrond. Want de steun die je daar thuis krijgt. En ook, want je moet er veel voor laten. Hoe vaak het niet voorgekomen is dat we samen een feestje hadden gepland. Gaan we een gezellige avond uit. We gaan leuke dingen doen. En tussendoor werd er toch weer gebeld van... Er staat toch een optreden. Of er komt dit, dat ik op het laatste moment toch weer moet zeggen... ja, sorry, ik kan niet mee, want ik moet optreden. En dan, en zomaar, heel veel dingen bij elkaar. Danslag, zing, kom, laat je gaan en spring, dan gaan we samen. Zon, zee, strand, we gaan weer hand in hand. Dansen ze kaki, de beentjes van de vloer. Dans, lach, zing, kom, laat je gaan en spring. Dan gaan we samen op de Griekse tour. Zon, zee, strand, een mooie blauwe zee. En die herinnering neem ik voor eeuwig mee. We lagen urenlang uit op het witte strand. En in de avond liepen wij daar hand in hand. Zoekjes klonken uit het mooie strandcafé. Dansten Sirtaki, iedereen deed met ons mee. Als het zonnetje gaat schijnen, dat gebeurt vaak 's morgens vroeg. Dan zijn wij nog aan het dansen, want we krijgen nooit genoeg. Houden van het goede leven, drinken hoe zo'n rode wijn. Onze zorgen snel vergeten, leven kan niet mooier zijn.
laat je gaan en spring, dan gaan we samen op de Griekse tour. Zon, zee, strand, we gaan weer hand in hand, dan zien ze vaak in de beentjes van de vloer. Dans, lach, zing, kom, laat je gaan en spring, dan gaan we samen op de Griekse tour. Muziek vol romantiek daar op het strand. Bouzoukis klonken door de zwoele zomernacht. Keek in jouw ogen en je fluisterde heel zacht. Als het zonnetje gaat schijnen, dat gebeurt vaak 's morgens vroeg. Dan zijn wij nog aan het dansen, want we krijgen nooit genoeg. Houden van het goede leven, drinken hoe zo'n rode wijn. Onze zorgen snel vergeten, leven kan niet mooier zijn. Laat je gaan en spring, dan gaan we samen op de Griekse tour. Zon, zee, strand, we gaan weer hand in hand, want sinds zit daar in de beentjes van de vloer. Dans, lach, zing, kom, laat je gaan en spring, dan gaan we samen op de Griekse tour. Zon, zee, strand, een mooie blauwe zee, en die herinnering neem ik voor eeuwig mee. Dans, lach, zing, kom, laat je gaan en samen op de Griekse tour. Zon, zee, strand, een mooie blauwe zee. En die herinnering neem ik voor eeuwig mee. En dan komt er ook weer een eind aan de Havenzangers. Ja. In kort, hoe gaat zoiets dan? Zit je met elkaar in de bus of... Je bent klaar met een optreden? Nou ja, we zaten. Dan zit je met elkaar in de bus. Nee, want we waren altijd minstens twee onderweg. Je hebt op een gegeven moment bepaalde. Iedereen had nog bepaalde dingen. Henk had nog bepaalde dingen die hij wou doen. Ik had bepaalde dingen. Ja, en op een gegeven moment had Henk besloten om toch voor zichzelf. Die wou ook alleen nog verder. Om wat dingen te doen. En dan komt er eigenlijk na 30 jaar. Stopt het ergens. Maar is dat. Ja. Komt dat harder aan dan? Ja, juist omdat het, komt het hard aan. We hadden het niet zo gepland. Want we hadden eigenlijk een tour gepland, 30 jaar de Havenzangers. En er waren heel veel mensen die zeiden van, nou, we willen nog een keer in de feesttenten met een band. Alleen, we lagen daarbij, hadden we toch alle twee wat andere gedachtes. En dan is het denk ik ook beter, op een gegeven moment stopt het dan, en om ieder je eigen ding te gaan doen. En dan scheiden jullie wegen en dan ga jij nadenken, wat ga ik nou met mijn muzikale carrière verder doen dan? Ja. Ja, want je kan je voorstellen als je dat 30 jaar gedaan hebt en misschien nog wel langer, van klein kind ervan, dan ga je wel denken, wil ik daar nog meer verder? Ga ik nog nieuwe dingen doen? Want eigenlijk begin je gewoon opnieuw. In begin. Lekker stappen, ik heb goede zin. Ik moet er echt weer eventjes uit. Ik bel mijn vrienden en ik besluit. We gaan weer los, de serie is oké. Samen op pad en iedereen doet met ons mee. We gaan die handen hoog. We klappen yes, kids, no. Niets mee. Denk niet aan morgen, maar zing met ons mee. Want van stress word je echt niet oud. Een lekker biertje voor mij is als goud. Een dagje ouder voelt geen verschil. Geniet van het leven, dat is wat ik wil. Dan gaan die handen hoog. We klappen jetskates los.
En toen? En, nou ja, muziek is iets wat ik mijn leven lang zal blijven doen. Als je puur naar muziek kijkt. En dat hoeft niet altijd muziek te zijn waarbij je succes is niet het belangrijkste gedeelte in mijn leven om muziek te maken. Ik vind juist muziek maakt mooi. En op het moment dat andere mensen, CQ, mensen die daarnaar luisteren of CQ, mensen die je cd's kopen, dat hetzelfde ervaren als ik en dat mooi vinden, ja, dan is dat hartstikke mooi als je daar een stukje erkenning voor, want dat is natuurlijk wat je zoekt. De muziek die ik maak, vinden mensen het wel mooi, voor krijgt. Alleen het muziek maken op zich, dacht ik, ja, daar ben ik nog lang niet klaar mee. Maar toen was dat een hele logische keuze, hè? Want toen ben je een duo begonnen, ja. Mulder en Mulder. Ja. En met je zoon, ja. was dat een hele logische keuze? Of? Nou, logisch niet, want dat is eigenlijk ontstaan hier aan de keukentafel. Ik was bezig met een liedje, Cheerio, heette dat. Inmiddels kennen ze het allemaal wel, maar... En daar was ik mee bezig en ik was wat aan hier nog wat aan het schrijven, aan teksten en nog wat links en rechts aan het schuiven, want zo gaat het altijd. Ik denk van, hé, dit bekt niet helemaal lekker nog, dit is nog niet goed. En toen was ik dat nog eens aan het zingen en Wesley ging mee, die zat erbij en die ging meezingen. Is natuurlijk wel opgegroeid in zijn jeugd met die liedjes, Nederlandstalige muziek. Maar wist je dat hij muzikaal was? Nee, dat merk je wel, want hij heeft ook een musical gedaan. Alleen, we hebben het er nooit over gehad van, joh, zou jij eens iets in de muziek willen doen? Want ook Wesley was bezig met paardrijden. En dat doet hij nog steeds. Dat was ook zoiets wat ik in mijn jeugd heb gedaan. Doet hij eigenlijk nu ook. Heeft hij ook in zijn jeugd gedaan en nog steeds. Dus muziek hadden we het nooit over gehad. Wel dat je het hier allemaal beleeft. Want het leven stond hier wel. De familie stond wel in het teken. Natuurlijk, van muziek. Van de havenzangers. Alleen, hij ging meezingen. En dan zit je hier aan de keukentafel? Ik zit aan de keukentafel. En ik denk, nou, dat klinkt niet eens verkeerd. Dus. En toen zijn we daar. Dus ik zei, nou, dat klinkt best goed. Nou, nog wat dingen veranderd. Ik zei, maar vind je het leuk om te doen? Nou, hij stond er niet wel onwelwillend tegenover. En ik had ook wel eens het gevoel van, ik zei, nou, oké, dan ga ik de studio bellen. Dan gaan we dit liedje gewoon eens samen inzingen. Cheerio. Cheerio. En dat is uiteindelijk de eerste single geworden. Cheerio, na 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 na. Cheerio, na 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 na.
lachen leven ons uit. Zie jij een meisje, dan ben ik het die fluit. Cheerio, na 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 na. Cheerio, na 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 na. Want s'nachts al om een uur of twee. Ja, dit is best aan de frisse kant. Het is best frisse kant. Ja. En zo in zo'n bak, daar heb jij ook altijd gereden of het geleerd? Maar ik moet zeggen, we hadden niet zo'n mooie binnenbak hier. Hey Wesley. Met zo'n mooie bodem, maar goed. Ja? Ja. Wel gek, hè? De appel valt dus niet ver van de boom, hè? Je vader is begonnen met paardrijden. Ja. En vervolgens is hij lid geworden van de Havenzangers. Ja. Jij gaat paardrijden. En ik word ook lid van de Havenzangers. En je wordt ook lid van de Havenzangers. Ja. Hoe verhoudt zich dat samen onderweg als... Nou ja, we hebben natuurlijk wel veel dezelfde interesses. Maar het is nooit zo geweest dat bij ons veel, zeg maar, paarden is geweest. Ik wou echt als kleins af aan, begon ik zelf over paarden. Het is niet zo dat mijn vader tegen mij zei, goh, de hele tijd, hè, je hebt mensen die beginnen met hun kleine zoon al, dat ze moeten gaan voetballen. Dus bij ons, ik wou ook echt in de paarden al. En, dus ja, dat is gewoon echt zo overgedragen. En ik heb het eerst even geprobeerd als Mulder en Mulder, maar ja, dat beviel me niet zo. Ik zeg, ik moet zelfs jou, ik moet ook in die Havenzangers. Dus toen is hij voor mij de Havenzangers maar opnieuw begonnen. Als jullie nou onderweg zijn, hè? Als jullie nou onderweg zijn samen, hè? Ja. Je bent altijd samen. Ja. Maken jullie dan ook wel eens ruzie over de muziek, hè? Dus ook. Over het vak? Ja, wat is de ruzie? Maar iedereen heeft zijn eigen mening en dat wordt ook wel kenbaar gemaakt. Maar, en waar zitten die verschillen dan? Ja, dat is een beetje wisselend. De ene keer... Ja, dan ben ik het niet met hem eens en de andere keer is het niet met mij eens. Met je zoon, dat Havenzangers duo blijven vormen, of toch weer met een band? Met mijn zoon, Havenzangers duo. Met je vader, onder de naam de Havenzangers, of met een hele band? Met een hele band. We weten allebei toch wel wat we willen. Eigenwijs. En hoe we dat willen. Ja, en we hebben een stukje eigenwijs, een stukje koppigheid, een stukje... Maar daarnaast zijn we het ook heel snel weer vergeten. Maar dat eigen stukje, dat eigen ikje, nou, dat komt af en toe wel eens bovendrijven. Maar over de muziekkeuze, hè, daar zijn jullie het wel over eens? Ja, dat gaat vaak wel goed. Tuurlijk, ik heb wel liedjes waarvan, het ene liedje vind ik mooier dan de ander. Maar ja, als ik allemaal hits kon maken, dat wil iedereen. Ja. En er zijn ook wel liedjes bij geweest waarvan ik van tevoren dacht, ja, ik weet het niet. En dan was die af en dan zei ik, ja, ik vind hem toch heel, bijvoorbeeld Butterfly had ik in het begin zoiets van, nou, in de originele versie had ik daar nog niet echt een idee bij dat het gezellig werd. Nou, en hij zag dat al helemaal voor zich. En achteraf had hij dat dan ook goed. En dan zeg ik het ook wel, ben ik ook niet eigenwijs om het dan wel toe te geven. Is de waarde van de wens. Iedereen is voor zichzelf een eigen grens. Dus laat de zon maar schijnen. Laat je zorgen snel verdwijnen. Hey yo, doe niet zo moeilijk als het makkelijker kan. Hey yo, loop niet te zeuren en bedenk een ander plan. Ik zie een lach, een lieve lach. Ik zie een la 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 la. Geniet elke dag, leef net een lach. Gewoon omdat het mag. Ik zie een lach, een lieve lach. Ik zie een la 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 la. Een dag die gelachen is een dag die geleefd. Dus leef met een lach. Een beetje zeuren hoort een beetje bij de mens. Geef snel die ene dag een ander tendens. Dus laat de zon maar schijnen. Stop vandaag met chagrijnen. Hey yo, achter de wolken schijnt voor jou opeens de zon. Hey yo, tover de glimlach en verleg je horizon. Ik zie je lach, een lieve lach. La la la.
elke dag. Leef met een lach, gewoon omdat het mag. Ik zie je lach, een lieve lach. Ik zie een la 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 la. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Dus leef met een lach. Zover een glimlach, want het mag. Leef vandaag, van dag tot dag. Ik zie een lach, een lieve lach. Ik zie een la 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 la. Geniet elke dag, leef met een lach. Gewoon omdat het mag. Ik zie een lach, een lieve lach. Ik zie een la 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 la. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Dus als jij kijkt naar de carrière van je vader, ja. Wat zie je dan? Dan zie ik een carrière waar de meesten, denk ik, heden ten dagen jaloers op zijn. En soms valt me wel eens op onder elkaar. Natuurlijk zien we artiesten die op het moment heel goed gaan. En sommigen kunnen dan ook heel stoer doen en heel groot. En dan denk ik bij mezelf, ja, het is allemaal mooi. Wat gaat me eigenlijk stelt helemaal niet zoveel voor. En hij is natuurlijk nog hartstikke jong en dat vind ik wel heel knap, dat hij eigenlijk het meeste, de meeste die diezelfde carrière gehad hebben, die zijn allemaal nu in de 70 of overleden. En hoe zie jij je zoon dan als professionele paardenman? Want ja, is hetzelfde natuurlijk. Dat had jij ook willen worden? Ja, absoluut. Tuurlijk. Je bent met dingen bezig en alleen ik moest op dat moment. Je kan verder, ik ben wel even, en dat hebben we alle twee trouwens, recreatief rijden is wel mooi, maar je probeert daar ook wel iets uit te halen. Als je dat wil doen en je wil topsport doen, dan moet je daar gewoon elke dag mee bezig zijn. En we hebben nu een fantastisch mooie mix kunnen vinden tussen muziek en bezig zijn met paarden. Qua planning. Vroeger had je natuurlijk met een hele band en toen kon je zelf die planning niet maken, want toen weet je meer een kant op en daar moest gewoon opgetreden worden en daar moest gewerkt worden. En bedrijfsmatig werd dat gewoon, daar had je geen tijd meer om. Dus ik moest al snel zeggen, ja, als ik dit niet goed genoeg meer of genoeg tijd in kan besteden, ja, dan moet ik ergens mee verder. En toen heb ik dus de muziek gekozen. Maar goed, als ik nu zie welke successen Wesley behaalt met paarden en alhoewel er een keiharde wereld is, keihard, want een balk ligt er maar zo af. Ja. En dat is hetzelfde bij ons. Een hit, het scheelt 3 minuten. Ja, drie minuten. Ja. Of je nou wel een hele goede zanger bent of niet. Hey, als ik kan ik je verleiden door zijn helm op te zetten, ja. en jou even een rondje op dit paard te zien? Je mag me wel verleiden. Ja? Ik weet niet, het is nogal een vurig ding, maar goed. Ja, ik vind dat wel leuk om te zien. Ja, ik kan er nog wel op wegstappen hoor. Ja, zullen we dat eens doen? Ja, ja, ja. Vind jij dat oké? Ja, ik vind het prima. Hij kan nog wel rijden. Dus, hij is wel een beetje klam, die cap. Sorry. Geen haren meer zo? Nee, zo is het goed. Ja, anders is het een beetje zaak hier. Riem dicht. Was die wel? Of heb je de kind zo dik gekregen? Zie, hij krijgt hem amper dicht. Zie dat? Je wil net. Makkie. Vast. Je moet me even een dingetje geven. Anders prik je voetje geven? Prik ik hem linksaf. Ja, doe maar. Nog even. 1, 2. Zo. Zit je? Nee. De beugels die zijn kort, dus dat voel ik gelijk. Nee. In de benen? Nee, kom maar. Nou, ga. Kom maar. Kan die nog wel? Goed zo, goed zo. Goed zo. Goed zo. Oh. Muziek of je gezin? Mijn gezin. Ja, een gezin stichten. Zijn voor het bier. Al heb je
maken. Het maakt niet uit, leven maakt maar plezier. Baas die geeft nog een rondje, de laatste, de deur gaat tot slot. Maar dat kan ons nog weinig schelen, onze avond kan niet meer kapot. Gezellig is.